Welkom allemaal, vandaag weer bij de eerste bijeenkomst van dit jaar voor onafhankelijk cliëntondersteuners. In Deurne is het zo dat onafhankelijk cliëntondersteuning op ieder vlak mogelijk is om in te zetten. Van informele zorg tot eigenlijk echte specialistische zorg zoals die hier in Deurne ook geregeld is. Het project Onafhankelijk Cliëntondersteuning is zo waardevol geweest omdat we met alle partijen hebben gekeken hoe we de positie van onafhankelijk cliëntondersteuning goed neer konden zetten en daarnaast hoe we de burgers beter konden bereiken in de communicatie. En tevens heeft ervoor gezorgd dat we een aantal keer per jaar nog steeds bij elkaar komen om signalen te bundelen, maar ook om aan de hand van een thema de kwaliteit te borgen. De participatieraad is betrokken geraakt door de inwoners te horen en daar samen een project mee op te zetten. Hoe we het voor de bewoners zo duidelijk mogelijk te maken dat er cliëntondersteuning is en dat ze daar op een goede manier gebruik van kunnen maken. De groep waar ik ondersteuning aan geef is erg geholpen met mijn ervaring, omdat het vaak zo anders is uit de boeken. Het zit hem vaak in hele kleine dingen en dat je dat meeneemt en dat hoort, is heel erg prettig. De sterke punten van de onafhankelijke cliëntondersteuning binnen de gemeente Deurne vind ik dat er 7 verschillende partijen actief zijn op het gebied van onafhankelijke cliëntondersteuning. Ieder met hun eigen specialisme en hun kennis. En daarbij nog belangrijker vind ik dat de burger hun eigen keuzevrijheid heeft om te kiezen bij wie zij hun vraag stellen op het gebied van onafhankelijke cliëntondersteuning. De toegevoegde waarde van meerdere cliëntondersteuners is dat er veel verschillende doelgroepen zijn die gebruik willen maken van cliëntondersteuning en daarom ook ieder zijn eigen expertise heeft. Mensen hebben heel veel moeite formulieren in te vullen, vooral de generatie die nu tussen de 60 en de 80 zit. Maar het is ook belangrijk om mensen te ondersteunen als je naar een gesprek moet, het gevoel dat ze niet alleen ergens voor staan, dat er iemand is die naast hun zit in plaats van tegenover hun zit.